zorgen dat we met elkaar een mooie streek van het land, een mooi deel van het land blijven. Dat is een klus die zo intensief is, dat ik me niet kan voorstellen dat ik u niet alsnog toch een keer ga tegenkomen. En daar zie ik van harte naar uit. Ik dank u voor al datgene dat u mij gegeven heeft in de afgelopen 7 jaren. En dat is veel meer dan u zich realiseert. Dank u wel. Mag ik vragen hoe u burgemeester Arjen Gerritsen kent? Nou, van de mannenkoren wel. Ik heb een paar keer hier een optreden gehad en zo, en daar ken ik hem van. Dus ik denk, dan ga ik er vanmiddag even naartoe. Wat vindt u van het feit dat hij na 7 jaar burgemeesterschap weggaat? Nou, ik vind het heel jammer. Ja, je weet nooit wat je weer krijgt, hè. Ja, dus... En wat vindt u daar jammer aan? Nou, ik vind een goede burgemeester. Ja, voor mij zelf en voor de gemeenschap, ja. Wat is voor u een goede burgemeester? Nou, dat hij de zaak goed in de hand heeft, hè. Ja, en dat had je wel. En ja, negatief heb je altijd, ik noem maar. Er zijn altijd mensen die, ja. En een bepaalde groep die helemaal tegen is, ja, nou. Mevrouw, mag ik vragen waar u burgemeester Arjen Gerritsen van kent? Jazeker mag u dat. Ik heb voor hem gewerkt, gedeeltelijk gewerkt. Ik heb hem dus zien binnenkomen en ik zie hem nou vertrekken. En in welke hoedanigheid was dat? Ik was een van de secretaresses van het bestuurssecretariaat. Ja, niet persoonlijk ken ik hem, maar wij, ja, hoe moet ik, zo persoonlijk ken ik hem dus niet, hè, maar wij komen hier om afscheid van hem te nemen namens de folkloregroep, de Korenaar. Ja, en ja, hij is natuurlijk een beetje, hij komt uit Enter, ja, dus ja, een beetje een tukker is het, hè, en dat blijft hij ook. Ja, en ja, we hem toch bedanken voor wat hij voor Almelo gedaan heeft. Ja, voor wat hij voor de Korenaar toch achter de spiegel of achter de coulissen gedaan heeft. Want... U heeft regelmatig met hem van doen gehad? Nou, niet direct, maar wij organiseren ieder jaar een kriebeltjestocht. Ja, en AA is daar ook al eens geweest. Die heeft daar al eens een keer een reportage gemaakt. En ja, om iedere keer weer die vergunning te krijgen, noem maar op meer, ben je toch van zo'n burgemeester wel afhankelijk. Ja, en nou, dit jaar ook weer. Dus dat gaat weer gebeuren, 7 januari. Ik ben van buurpreventie Almelo Zuidoost en de heer heeft een paar keer met ons mee mogen lopen om te kijken wat wij als buurpreventie doen. Ja, ik ben voorzitter van het bestuur van de Armeense Kerk in Almelo. Dus in die hoedanigheid hebben we heel vaak contact gehad met de burgemeester. Ja, we waren trots en blij met onze burgemeester. Aan de ene kant verdrietig dat hij weggaat, maar aan de andere kant blij dat hij ook commissaris van de Koning wordt. Hoe kijkt u terug op zijn 7 jaar als burgemeester? Hij is echt een geweldige burgemeester geweest. Midden in de samenleving. Voor iedereen staat hij klaar. En hij heeft altijd die verbindingen gemaakt. Wat heeft u voor uw gemeenschap betekend? Hij heeft heel veel betekend. Want hij stond ook voor onze gemeenschap klaar. Daar waar wij hem nodig hadden, was hij aanwezig. Hij is op bijna alle uitnodigingen van onze activiteiten geweest. Lief en leed heeft hij met ons gedeeld. Hoe kijkt u terug op 7 jaar burgemeesterschap van Arjen Gerritsen? Ik heb altijd als prettig ervaren, echt als mensenmens. Nooit als burgemeester, maar gewoon als Arjen. Prima, is goed gedaan. Dus ja, er zijn leuke dingen gebeurd. En ik werk als secretaresse natuurlijk, dus ik zie altijd alleen maar aan wat er aan de voorkant gebeurt. Wat er aan de achterkant gebeurt, dat zien wij nooit. Maar dit is prima. Nou, hij heeft, vind ik dus, ik vind het een hele open man. Ja, makkelijk benaderbaar. Niet dat ik iedere dag bij hem op visite kwam, helemaal niet. Nee, echt niet, maar hij komt heel open over. Ja, de manier van praten, de manier van doen. Kun je toch zien dat hij een eentje is van ons allemaal hier. Ja, en ja, ga je toch missen, denk ik. Wat wenst u hem het meeste toe in Flevoland? De Twentse gezelligheid. Ja, en dat het hem natuurlijk gezondheid heel goed mag gaan. Maar dat hij ook toch regelmatig eens een keer weer terugkomt. Om hier te genieten van het mooie. Maar dit zal hij missen. Ja? Net zoveel succes als hij in Almelo heeft gehad. Heel veel plezier in zijn werk. En ik hoop dat hij een mooie plek vindt om te gaan wonen. Dat hij net zoveel geluk en liefde brengt bij de mensen als dat hij hier in Almelo heeft gebracht. En dat hij zich, net als hier in Almelo, ja, toch wel zijn burgerschap mag uitvoeren.
kunt u de volgende zin afmaken. 7 jaar burgemeesterschap van Arjen Gerritsen. Heb ik als zeer plezierig ervaren. Het is een mensenmens. 7 jaar burgemeesterschap Arjen Gerritsen. Heeft Almelo goed gedaan? Nou, goed gedaan. Heel goed gedaan. Vind ik wel, ja. Laat dat een mooi bij jou. Ik hoop dat hij voortgezet op dezelfde wijze met de nieuwe 7 jaar nieuwe burgemeester. 7 jaar burgemeesterschap van Arjen Gerritsen. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Ik zou niet weten wat ik daarop moet zeggen. Jammer dat hij gaat. Jammer dat hij Almelo verlaat. Ja. En mag ik aan u vragen of u het jammer vindt of niet? Jazeker, ik vind het ook heel jammer. Want hij heeft de stad zeker naar een hoger plan gebracht. Ja. Dank u wel. Ja. Graag gedaan. En u ook bedankt. Nou, u ook bedankt. En tot de volgende keer, zullen we zeggen. Dat zullen we maar zeggen. Alsjeblieft, dank u. Dank u. Ja.